Henk Ganzenboom is auteur, fotograaf en filmmaker. Hij schreef spirituele plekken in Nederland en maakte tevens de foto's voor het boek. Wat was voor jou de aanleiding om spirituele plekken in Nederland te schrijven? Nou, vooral interesse in spiritualiteit en mystiek. Als kind dwaalde ik door Twentse bossen en vond in het oosten van het land al verschillende prachtige plekken waar mystiek en spiritualiteit natuurlijk voelbaar was. En zelfs als kind voelde ik dat. En dat groeide in de loop van mijn leven tot een zoektocht in Nederland naar plekken die zeg maar een sfeer uitademen of uitstraalde waarin ik mij kon vinden. Ik herkende eigenlijk de oude grond van Twente. En dat is uiteindelijk is dat voor mij een aanleiding geweest om daar een boek over te schrijven en ook zelf aan te vullen met eigen gemaakte foto's. En hoe reageerden de lezers op je boek? Nou, volgens mij erg enthousiast. Ik heb verschillende lezingen mogen geven van boekhandels en maar ook spirituele clubs die me hebben uitgenodigd. En daar zaten heel veel lezers van mijn boek. En wat me vooral opviel, een van de plekken die ik beschreven heb, is een zelfbedachte plek in het boek. Het is namelijk de laatste plek, het spirituele middelpunt van Nederland. Een punt ergens bij Baren in de Eempolder. En mijn lezers reageerden daarop doordat sommigen er al 10 keer geweest waren. En die reageerden dus erg enthousiast op de fotografie van zo'n plek. En ja, in het algemeen kreeg ik dus goede respons op mijn boek. En waarin onderscheidt jouw boek zich van andere boeken in dit genre? Nou, ik denk vooral door de persoonlijke nood die ik erin geschreven heb. Ik heb de verhalen, de plekken die ik beschreven heb, heb ik ook beschreven vanuit een persoonlijke ervaringen die ik daar ondervond. Hè? Soms merkwaardige gebeurtenissen die ik kon beschrijven en die ik vooral later ook kon vastleggen in de fotografie van die plek. Waardoor ik de sfeer en de magie en de mystiek, zeg maar, een verder accent kon geven en een toevoeging op de tekst. Oké, dankjewel.